Ik ben Emiel Schrijver, ik ben algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Ik ben gevraagd om een lezing te verzorgen, eigenlijk naar aanleiding van al het werk dat er gedaan is aan het protocolboek van de Joodse gemeente Edam. Dat is een protocolboek waarin de geschiedenis van de gemeente verhaald wordt in het Hebreeuws. En ik zal in mijn lezing laten zien in welke culturele wereld zo'n boek uit de stand kwam. Wie waren die Joden die het schreven? Waarom schreven ze iets met de hand? Maar hoe kunnen we dit archiefstuk begrijpen in het bredere geheel van de geschiedenis van het Joodse boek? En ik zal dan stiekem de gelegenheid ook te baat nemen om ook een heleboel andere mooie Joodse boeken aan het publiek te laten zien. Dus ik kan alleen maar zeggen, komt u allen in vreugde.